mellow tone. Met de vlek, op de plek, krijg je de mooiste schilderijen. De juiste vlek op de juiste plek. Nou, kijk, dit knopje, hè? Zie je zo'n vlekje? Nou, dat zie je in een boeket. Dan zie je al die leuke dingen die mensen erin stoppen. De kwekers, de bloemisten. Ja? Dan heb je zo'n heleboel groen, wat je niet echt waar kan nemen. Ik laat het even doorlopen zo. Is wel leuk. En dan weet je dat daar een knopje zit. Dan weet je dat daar zo'n weer zo'n... En een hup. Drukken. En iets intrekken, zo. Ja? Dan komt weer straks dat mooie blaadje wel weer. Daar gaat het niet om. Dat zullen we even doen dan. Dan zet ik zo het blaadje er tegenaan. Hup. Hup. En de stam. Die is erg dik nu, maar dat maakt niet uit. Want hier komt er weer een. En daar komt er weer een. En hier zit ook wat groen. En zo bouw je door. Ach, ik wil er wat licht op. Doe ik dat met een kwast of doe ik dat met verf? Nou, met wit kan je niet werken, dus even opzuigen en uitduwen. Aquarel hoeft niet altijd bleek en ielig te zijn. Dus je gebruikt soms vlekken van een fout. Ja, kijk, dan heb je meteen een dubbel blad. Een ongeklapt blad. Dus dit is hartstikke handig om eens wat losser te werken. Dus je weet nu, even veel pigment, een waterspoor trekt het zo, schiet het in elkaar. Je hebt dat je, als je het nat hebt en je dept het op, dan is er niks aan de hand. Je kan het ook gebruiken, dat nat, om daar weer die schietverf in te zetten. Om eens te kijken wat er gebeurt. Want je bent vrij aan het oefenen. Hè? Kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurt nu niks, want de plas is te groot. Dat is ook belangrijk om te weten. Hè? Dat de plas niet te groot mag zijn. Dat het strak gespannen papier het mooiste is eigenlijk. Kijk, daar ga ik weer. Nu zie ik wat droger. Dan kan ik even wat diepte geven. Het geheim van die kwast is dat je hem hard zacht gebruikt, meer druk, minder druk, buigt, tegen induwt. Vroeger werd het helemaal gek, dan deed ik dit, hè. Kwam ik met zo'n dikke kwast, zo, die kreep ik uit. Dan douwde ik hem gewoon zo in, zo, hop, een heleboel verf. Maar ach, kan mij wat schelen. Wat zullen we erbij doen? Rood, leuk. Ik denk gewoon moeten leren. Dit is het begin van de klaproos, zeg maar. Nou, dat was een shock. Want die zaten allemaal heel voorzichtig te werken. Ja. En dan waren ze reuze bang. En dan pakte ik mijn vinger. Zo. Dan duw ik even een hart in. Dat is ook wel zo handig. Als je dat vast had, dan kun je ermee werken. Ja. Nou, dan pas kom je braaf zoet en netjes met een vochtkwastje eventjes zo. Die bloem doen. Een beetje zo hier ergens moet je zitten. Ja, jij gaat leuk, hè? En dan ga je weer met je oranje geel. En wat water in de plakjes werken. In a mellow town, that's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Dan zeg ik nou ongeveer zoiets. Meestal 5 of 6 peddelig, dubbel heb je ook nog. Hè? Dus daar gooi ik water in, maar ik blijf bij het hart weg. Zie je? We houden af en toe wat licht. En dan kom ik met de kleur. Wat is een klaproos? Rode kan je niet hebben. Nou heb ik al water, dus ik kan hem gokken.
En dan wrijf ik hem gewoon de richting in die ik wil. Als ik maar weg blijf. Maar kijk eens hoe vrij die eruit ziet, hè. Nu. Die blijft liggen. Kijk, ik probeer wel zo dicht mogelijk erbij te komen. Maar dan krijg je dat licht er leuk in. Die komt op. Oh jee, die er nog even overheen. Wat ik hier te veel heb, zet ik daarin. Nou, dan komt het steeltje. Meestal als hij je aankijkt. En dan komt hier straks. En dan doe ik gewoon dit. Kijk. Zie je? Dan moet ik hem laten drogen. Want dat is natuurlijk wel af en toe even nodig. En dan ga ik hier kleine streepjes in zetten. Zoals hij is, hè? Nou. Met dat soort heemplanten ook, hè? Nou, dat komt mooi uit. En soms hou ik hem zo erop. En dan ga ik hem proberen op te bouwen. Dan ga ik gebruik maken wat er al is. Het zijn, als je dat goed oefent, die vezelige is mooier zo, als zo, zie je het? Dus dit gaat weg. En hier zit je goed. Maar soms zit ik ook gewoon zo te kriebelen. Omdat je dan van die dingetjes hebt, grasjes die overal komen. Hè? Maar dat is het leukste werk eigenlijk, spelen. Maar ja, ik hou van spelen. Dus wat je dan wil opvullen of niet, dan doe je gewoon even grasjes. Maar als je nou slim bent, dan heb je grasjes, dat geeft meteen een bloemetje weer. Want grassen bloeien. Zie je? De zijkanten doen. Of je doet ze kopjes zo. Maar je kan dan ook, om die bloemen, als die wat droger zijn, een beetje doortikkelen. Dan krijg je dus echt dat wat je in de natuur ziet. Hè? Dus met die kwasten kun je allerlei dingen doen, waardoor je dus effecten kunt bereiken die nut hebben voor je schilderij. Als je dat weet, stel je zit heel precies te werken en het wil maar niet gaan leven. Kijk, dan is het handig als je dit soort dingen weet. Dan gooi je er druppeltjes tussen en dan ga je daar dingen mee doen, waardoor het dus veel levendiger wordt. Want hoe krijg je zo'n boeket? Niet als een gatenkaas, maar dat het echt met bladeren zit en gevuld wordt. Dus dat groen is de verbinding eigenlijk in zo'n stuk. Zo'n plantenstuk, snap je? Vaak zie je een paar bloemen, een paar takken, maar niet echt een heel geheel. En dat is altijd fijn als je een boeket hebt die niet een ondertoon heeft en opgedept en daar bloemen in gewerkt, maar gewoon dat je heel langzaam opbouwt, waar een harmonische sfeer ontstaat. Maar goed, we gaan weer terug naar die rozen, denk ik. He? Heb je gezien wat ik bedoel? Snapte jij het? Absoluut. Okay. Helemaal mooi. Okay. Dan moet het begrijpbaar zijn voor anderen. Kijk, soms doe ik dat ook, hè. Dan ga ik dat gewoon eroverheen wassen. Dit laat ik gewoon gaan. Want dat weet ik. Dat gaat op een goed moment een ondergrond vormen waar ik heel veel mee kan doen. Als dit uitloopt, is het niet erg. Want dan krijg ik er weer wat vaag achter. Snap je? Dus ik laat soms, ga ik zo'n heel vel, ga ik weer want het zit opgespannen normaal, hè, op een plank. Mm-hmm. Ga ik met een handdouche over. En dan spoelt het te veel weg. En dan ga ik weer overheen en weer mee werken. En dan kan ik hier weer blauw in gooien en zeggen, nou, dat is wel leuk, het is een beetje nat, weet je wat. Laat me gaan. Dat is wel leuk die gedaan is. He? Misschien. He? Ik wil niet zeggen dat het een wordt. Het kan altijd nog een lucht. Zie je? Het kan altijd nog een leuk open luchtje worden. Waar ik wat mee kan. He? Ronddraaien. Ik doe alles wat God verboden heeft met de kwast. He? Dat weet je. Kijk, dit vind ik nou spannend. Dat dit dingen gaat doen. Waarop jij mee kan werken. Dus als ik ga gooien. Maar dat kan ook nog. Ja.
Kijk, dan gooi ik eigenlijk mijn bloemen erin. De korenbloempjes. Als spikkeltjes. Maar kijk, hier heb ik hem van nature. Zie je? Nu hoef ik niks meer te doen. Die staat. Oké, dit was hem, hè? Ja, dit was hem. Nou, dan maken we een foto van de roos die daar ligt. En maar flink vol gehad. Bij twijfel altijd. Kijk, ik kan hem ook nog omdraaien, zie je dat? Dan kan ik die roos hier rustig uitwerken, die bakken. Ik kan hem helemaal omkeren nog. Ik heb de ruimte nog om te spelen. Wat moet ik zeggen? Ik begin met mijn opleidingen. Daar heb ik ergens ontstaan. In 1969 ben ik aangenomen op de Rijksacademie in Amsterdam. Beeldende kunsten natuurlijk. En daar heb ik geschilderd, beeldhouwlessen gehad en grafiek en voornamelijk ook steendrukken. Oh, die hebben we niet gefotografeerd, maar dat ligt in de mappen. Tijdens mijn studie kwam ik in technische problemen met mijn kind. En toen ben ik door Ina Broers in de Spiegelstraat in Amsterdam. Die nam mijn werk en die wou me graag hebben. Nou, dat was al een hele eer. En de eerste, de beste tentoonstelling dat ik mijn werk daar had hangen, het hele huis vol. Waren er, toen ik om 12 uur kwam, was de hele benedenverdieping en de eerste verdieping al uitverkocht. Tot mijn grote verbazing. Want toen ik 19 was, 20, werkte ik in het Emma Kinderziekenhuis en daar kwam ik ook terecht, helaas. Op de kankerafdeling kwam ik zelf ook terecht en ben ik geopereerd door het AVL. En door die situatie toen heb ik besloten mijn hele leven om te gooien. Ik ben uit de verpleging gestapt. Ik heb het gered. En ik ben toen eigenlijk gaan werken naar de academie toe. Dus dat was eigenlijk een hele mooie bevestiging. Dat Inge Broers zoveel brood in me zag. Dat ze zei, ik neem je kind, dat komt wel goed. En ze heeft een heleboel voorgeschoten. De lijstenmaker en al die kosten. Dat ik gewoon ging. En ik ging. Nou, daar heb ik jaren een harmonieuze relatie gehad. En ben ik uitgenodigd voor de Galerie de Berenburg, Weygaard in Groningen, Ina Broers, 2 tentoonstellingen per jaar. Ben ik uitgenodigd voor de Dutch Art Fair in Engeland. Daar heb ik heel leuke contacten aan overgehouden. En daarna kwam de crisis. Eigenlijk voor de kunstenaars al ben ik gaan lesgeven. Mede door de ervaringen die ik op de academie heb gehad, hoe het niet en wel moest, heb ik een heleboel kunnen opbouwen met leerlingen.
Daar heb ik jaren van geleerd. Ik ben dus 50 jaar kunstenares. Ik heb 30 jaar lesgegeven. En ik word 75 dit jaar. Dus ik ben erg tevreden over mijn leven. Contacten zijn goed. Vriendschappen zijn fijn. Dus ik ben een dankbaar mens. Dat was het. Mooi. Ja? Ja, zo is het in het kort. Ja, in de cv staat natuurlijk een heleboel. Dan zie je wat ik allemaal bij particuliere collecties heb gezeten. In Frankrijk op de radio geweest, in verband met kunst. Dus ja, ik mag echt niet klagen. Hè? En nu ben ik heerlijk met pensioen. En doe ik echt, schilder ik eigenlijk helemaal geweldig naar mijn zin. Want ik doe wat God verboden heeft. Ik schilder waar ik zin in heb, wat ik mooi vind, waar ik wat mee voel. En ik hoop dat anderen er ook plezier bij hebben. En voornamelijk schilder ik ook een heleboel dingen die ik eigenlijk nooit gehad heb. Maar dat is niet belangrijk. Hè? Ja. Ja. Welk doek heeft bijvoorbeeld de meeste emotie nadat je het hebt afgemaakt? Hè? Dus dat je een soort van favoriet levensdoek, want je bent nu 75 en je hebt aardig wat doeken gemaakt, er zit een bepaalde lijn in, maar er is altijd één doek wat het meeste tot jou spreekt, dat jou, in jouw hart zit. Dat vind ik heel moeilijk. Mijn meest onverkoopbare doeken, zullen we maar zeggen, de meest mystieke doeken, blijven mij het meest bij. En dat doet me altijd nog wat. Maar wat mij verbaast is, als ik eens ergens boven kom, en dan denk ik, oh, wat een leuk schilderij, en is het van mezelf geweest. Maar dat is voorbij. Ik ben altijd een doek vooruit. Snap je? En dan zeg ik, goh, wat enig. Heb ik dat gemaakt? En dan sta ik echt te kijken. Ik ben nog altijd verbaasd. De verbazing is het meeste. En wat ik heel erg leuk vind, dat de schilderijen naar Israël zijn gegaan. Dat daar toch ook die aquarellen met vrijdagavond. Dus echt de Sabbat, de mooie momenten in je leven, zeg maar. Ja. Dierbare momenten. Wauw. Ja, ik zeg het er toch bij, ze kunnen me wat. Ja. Echt waar. Nee. Mag je ook niet. Ook mag je ook trots op zijn en. Ja. Koesteren. Ja. Dat soort dingen. Het is heel belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. Want je weet zelf al instinctmatig waar je naartoe wil. Maar dat je ook respect hebt voor de achter. Voor het verleden en de historie. Voor al die mensen die jou zijn voorgegaan. Ja. En daar mag je best trots op zijn, want ik geef het je te doen. Die hebben het toch gered. Hè, dat is, ja, maar goed. Ik heb wel de neiging wel eens gehad om er echt serieus mee te gaan werken. Maar ik dacht, het heeft geen nut. Hè? Dingen zoals die je dan hoort omzet in beeld en dacht, nou, moet dat? Dat hoeft niet. Maar je manifestatie, zoals je bent, wie je bent, wat je doet in je leven, hoe je gedraagt met mensen, dat is het kaartje wat je afgeeft in deze maatschappij. Snap je? Dus als jij door je gedrag mensen afstoot, dan moet je eens nadenken waarom. Maar eigenlijk komt het neer op een filosofie van waarom zijn wij hier op aarde. Ja, waarom dat hebben we natuurlijk soort levensmotto wel meer gehoord van onder andere Max Boer en de Meskita. Nou, maar bijna elk mens verrast zichzelf. Kijk, mensen die geen kinderen hebben, die willen iets nalaten. Maar jij hebt je kinderen. Ja. En die leven weer door en die herhalen en herinneren en weten. Maar tradities zijn niet te onderschatten. Mits ze niet te fanatiek worden natuurlijk. Hè? Het gevaar is niet het geloof eigenlijk. Ja. Het geloof is het gevaar, de fanatieken. En de politiek. Als die samen gaan werken, als de macht gegrepen wordt door een van die twee, dan is het
homeless in de tent. Hek van de Dam. Wat maar het voornaamste doel van ik ging zullen mooie dingen maken. Dat vond ik heel belangrijk. Blije dingen, mooie dingen. Dat ik dacht, ja, dat iemand kijkt, ha, leuk. Dat je even zo'n momentje hebt, ha, lekker. Gezellig. Hè? Paardrijden, ja, dat vind jij mooi. Dus dan kom je binnen en denk je, oh, ik heb nog paard gereden bijvoorbeeld. Dat lijkt me niet meer aan dat je het hebt gedaan. En dus komen die momenten in je hoofd dat je erop zat, dat je reed. Ja, het zijn die plekken waar je ook heel graag zou willen zijn. Of wat jij net zegt, iets wat ik niet heb gehad. En dat je dat toch schetste, hè? De kamer omzet van opa en oma. Ja. De herinnering. En zoals een doek wat een hele speciale plek is in je leven, bijvoorbeeld. Hè? Dus in Frankrijk of een vergezicht. Ja. Dus een zee bij avond. Ja, een bootje in het water. Ja. Dat soort dingen. Ja, herinneringen maken, maar ook beseffen hoe tijdelijk je bent. Dat zit er ook wel bij, hoor, bij het schilderen. Iemand zei, je hebt melancholische schilderijen. Dat is ook wel een beetje zo. Hij zei, je bent al zo melancholiek. Ik zei, ja. Omdat als ik iets zie, dan zit er meteen een heleboel bij. He? En ik voel dingen aan. Dus dan kan iemand zitten en zeggen, ik ben zo gelukkig. Denk aan Moula, denk ik dan. Zeg gewoon wat er is. Dan had ik het namelijk, het was er met je vanochtend. Ik zag het al. Maar hebben we even over gepraat. Nou, zij tevreden. Ze kan het kwijt. Het begrip is heel belangrijk. Het laten zien. Kijk, die moeder, hè, van Martin. Daar zit ik nou mee te schilderen. En dan zag ik het bitdoek. De 7 kinderen grootbrengen in je eentje. En Martin was de vader, zeg maar. Dus die heeft 7 kinderen laten leren en noem maar op. En dan staat ze in die doek. Dus hij was eigenlijk de vervangman voor de moeder. Als ze wat nodig had, vroeg ze het, maar ze kreeg het. Hoe die deed hij het? Maar hij deed het. Dan stond ze zo heel biddend, die doek. Vond ik zoiets ontroerend. Ik denk, goh, wat heb je toch staan buffelen, mens. Ja. Ik denk, vrouwen moeten het trekken. Nou, vandaar. Ik, ja, zijn moeder was overleden ook. 5 februari is een moeilijke dag. En hij een week daarna. En iedereen heeft wat die dagen. En dan heb je 25 en heb je dat en heb je altijd wat het hele jaar door. Maar toen dacht ik, ga ik voor hem schilderen, voor hemzelf. Dat hij dat, zijn moeder met die voetjes daar, met een kippetje in de keuken. Ja, de aarde. Een soort herinneringsbeeld haal je als het ware helemaal naar voren. Ja, dat doe ik ook. Daar zitten de klanten te wachten. De was hangt nog en die moet eraf en die moet erin. En daar komt ook nog, weet je wat, dat zie je dus. Maar ze is geconcentreerd, want ze bidt dat God dat alles goed mag gaan. Dan zie je die handen schuiven over die doek en denk, oh, wat is dit prachtig. Je hoeft niet eens meer naar de kerk te gaan. Nee. Het is al gebeurd. Hè? Nou, de kip is nog niet af en de kuikentjes die willen er al uit. Ik zie wel hoe het verder gaat. En de lente is een aantocht. Ja, nou. Nieuwe periode. Nieuwe dingen. Koffie nog? Lekker koffie. Even gauw. Lekker. Dankjewel.